Angelo, welkom bij deze reeks aan interviews over labeling. Ja, dank je. Heel leuk dat je meedoet. Labeling, ja, ik merk omdat ik nu wat meer alweer in het onderwerp zit, hoe ongelooflijk veel het voorkomt en we het eigenlijk allemaal doen. En soms hebben we het niet eens door. En hoe belangrijk het is dat we het wel doorhebben. En jij zit hier ook met een reden, want jij hebt ook in wezen last van labeling. En wat zijn de labels waar jij zo al mee te maken hebt in jouw leven? Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, ik woon in Katwijk, dus mensen denken dat ik zwaar gelovig ben, elke keer naar de kerk ga. Oké. Okay. En dat ik ook heel erg close-minded ben. Ik heb natuurlijk transgender, dat ik een soort van beeld heb dat ik agressief blauw gekleurd haar heb en alles. Wat natuurlijk ook niks mis mee is. En ook biseksueel denken ze dat ik op iedereen kan vallen. Oké, dat zijn er nogal een heleboel in één zin. Ja. Laten we even beginnen, want dat was wel de voornaamste, de transgender. Yes. Jij bent transgender, je zit midden in dat proces ook. Hoe zat dat? Want jij was vroeger een meisje. Klopt. En jij bent nu een jongen. Mm-hmm. En hoe is dat? Hoe kijken mensen naar jou? Merken ze daar iets aan? Of krijg je een beetje rare blikken? Of hoe ziet dat eruit, dat labelen? Nou ja, in het begin toen was het... Dus het kon je niet zo goed zien. Het was gewoon een meisje met een beetje jongensachtige trekjes. En dan dachten ze van, als ik aan het shaken was, omdat ik niet zo tof vond dat ze met zij aanspreken, maar het werd niet agressief of zo, dachten ze van, wat is er met diegene nou weer aan de hand? Wat is er mis mee? Gewoon totaal onbegrip. Maar nu ik een zwaardere stem heb en ook een beetje baardgroei heb, denken ze van, ik ben verward. Mm. Maar dat komt wel... Ik heb wel steeds meer mensen die me gewoon echt met meneer aanspreken, maar het is nog wel vaak dat mensen zoiets denken van, ja, hoe moet ik jou aanspreken eigenlijk? Wat moeten we tegen jou zeggen? Hey, want wanneer begon dat bij jou een beetje te kriebelen? Of zo van, ik zit niet helemaal lekker in het lichaam waarin ik geboren ben. Ik was toen 11. Oké, en hoe ging het, want dat was eigenlijk in de puberteit dan, hè, ook. Hoe ging dat daarna? Hoe was dat voor je? Nou ja, ik wist natuurlijk niet wat het was. Ik kreeg er heel weinig informatie tot geen informatie over. En pas rond mijn 16e wist ik wat het was. Dus het was vooral jaren van verwarring en van wat moet ik met mezelf, moet ik naar een gesticht. Therapie had ik in Katwijk, maar daar wisten ze ook niets mee. Dus was de hele tijd één grote vraagteken voor mij. Die hele periode was een beetje een zoektocht, vraagteken van eigenlijk naar wie ben ik nou en waar voel ik me bij thuis eigenlijk, hè, in mezelf? Klopt. Ik dacht ook eerst van, ik ben gewoon lesbienne, weet je wel. Dat past gewoon bij mij, want die zijn ook een beetje jongensachtig, bla bla bla. Dat is natuurlijk ook weer een label. Ik wou net zeggen, nu je dat zegt, dan denk ik ook wel, ja, dat is ook weer een label. Daarom. Ja. Dus het is gewoon vooral door die stereotypes, denk je van, oh ja, ik pas bij dat stereotype, dus dat ben ik dan. Maar het bleek totaal niet geval te zijn, want ik voelde me gewoon niet comfortabel met elke vorm van vrouwelijkheid. Ja, en wanneer had je zoiets van, oké, ik wil dat er iets gaat veranderen. Dat mag echt, ik wil gewoon man zijn. Volgens mij rond mijn 13e zei ik tegen een goede vriend van mij van, ben je nog steeds bevriend met mij als ik zou veranderen naar een jongen? Zei hij ja. Dus toen dacht ik van, hey, dat is eigenlijk geen slecht idee. Maar ik wist niet of dat raar was. Dus rond mijn 16e wist ik pas dat het een normaal ding was. Zeg maar dat het vaak voorkomt. Ja, dus en toen is het proces gegaan van, oké, ik wil daar wel echt stappen in zetten om man te worden ook. Ja, ik wilde wel zeker actief op zoek gaan naar waar ik dan wel terecht kan en wat de volgende stappen zijn. Ja. Want het voelde niet goed. Ik voelde me elke dag slechter en slechter. Schoolprestaties waren super slecht. Het enige wat een beetje mij rust gaf was toch in het klaslokaal waar we kunstles hadden, waar ik dus gewoon space tekeningetjes maakte en zo. Daar maakt het niet uit. Daar voel ik me gewoon even vrij in. Maar voor de rest voel ik me zo slecht. Hmm. Hey, en wat merk jij nu aan het label dat jij transgender bent? Heb je daar last van? Of zeg je van, nou, het valt eigenlijk wel mee? Hoe is dat voor jou? Ik gebruik alleen de term, dat label, als het bijvoorbeeld voor medische zaken zijn, bijvoorbeeld als mensen zeggen, oh ja, maar waarom wil je Angelo genoemd worden, terwijl in je dossier vrouw staat, of ze zeggen, hallo mevrouw, Angelo, hè, dat is wel heel apart, weet je, dan zeg ik van, ja, ik ben trans, dus vandaar. Ja. Maar het liefst wil ik wel gewoon later gezien worden als gewoon een man. Dus. Ja. Maar waarom zeg je later, waarom niet nu al?
Want jij vindt dat nu al heel fijn. Dus dat zou mooi zijn als we dat nu al eren, toch? En respecteren. Zeker. Ja. Maar het heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de hormoongang. Dat je dus echt eruit ziet. Echt dat het makkelijker is voor mensen dat ze jou gewoon als een man zien. Weet je wel? Zo op die fiets bedoelde ik het. Ja, oké. Hey, en je bent dus opgegroeid in Katwijk. Dat is heel christelijk. Hoe was dat? Want je zat ook al een beetje te worstelen met je... He, met wie ben ik nou? En ik voel me niet fijn bij mijn meisje zijn. Was dat extra lastig voor jou om dan ook daar op te groeien? Ja, ik vond in het begin was het echt allemaal regenbogen, blijheid, glitters en zo. Maar op een oudere leeftijd, vooral met name na de hutseling van een klas, zat ik bij meisjes in de klas die totaal niet bij mij matchten. Ze hadden al rond die leeftijd BH's aan, make-up en alles. En ik dacht van, ik wil hier gewoon met mijn knuffel zitten. Maar dat vonden ze raar. En BH's had jij natuurlijk al helemaal geen behoefte aan. Nee, zeker niet. Nee, dat niet. Begrijp ik. Ik snapte ook niet waarom ze dat droegen, want ik had helemaal niks. En ik werd er ook voor gepest bij hun. Dus heel raar. Maar het was een rare periode. Maar rond die tijd voelde ik me wel echt niet thuis als vrouw zijnde. Maar ik wist niet waarom. Ik dacht dat het gewoon door de stereotypen lag. Maar toen op de middelbare school was alles nog meer zwart-wit. Had je de meisjes die droegen specifiek dit en vonden dit leuk. En de jongens vonden dit en dat leuk. En ik hoorde bij geen enkele thuis. Dus toen dacht ik al van dit is zo raar. En dat heeft heel erg natuurlijk met het school ook te maken. Maar heb je ook nog last gehad van het geloof, van het christelijke, die daar vanuit dat geloof anders naar jou keken? Of dachten van wat is er met haar aan de hand of met hem? Nou ja. Ja, ik had wel zeker familieleden ook. Die waren gelukkig wel gewend met iemand die transgender was. Maar het meeste deel, die weet er helemaal niks vanaf. En die was wel helemaal zo van, maar het was niet qua geloof. Maar ik hoorde wel reacties van mensen die mij totaal niet als persoon kenden. Toen ik bij Lidl werkte, zat ik bij wat moslims en ook bij christenen. Echt van alles wat. En van elke kant van het geloof kreeg ik te horen, ja, je gaat naar de hel, je mag er niet zijn, het is niet natuurlijk, het hoort niet, en allemaal disrespectvolle dingen. En ik zat echt zo van, oké, dan ga ik maar naar de hel. Dus wat deed dat met je? Ja, dat liep me minder, ik voelde me minder welkom, zeg maar. Ik had wel niet gevoel dat je echt welkom was hier op aarde eigenlijk dan? Ja, niet door iedereen in ieder geval. Ja, ik dacht echt van, er zijn duidelijk mensen die al mij beoordelen puur op met wat ik ben geboren. Dus dat is raar. Ja. Ik snap er helemaal niks van. Want ik was zeg maar zelf ook christelijk opgegroeid met het idee van iedereen is welkom, heb je naasten lief en zo. Ik ben zelf niet zwaar geloof, maar met die regels er zit enige waarheid in. Ja. En het is zo gek als je dan ouder wordt en er wordt dan het tegenovergestelde gedaan. Het is heel erg hypocriet. Ja. Hey, en je noemde net nog een derde label, dat is biseksueel. Hoe ervaar je dat als student nu? En binnen de universiteit of in je leven? Heb je daar nog last van dat label? Binnen deze school niet eigenlijk. Dit is de eerste school waar ik er geen last van heb eigenlijk. Maar op de middelbare, toen kwam ik ervoor uit. En toen dachten alle meisjes van, je kan op mij vallen. Je gaat op mij vallen, bla bla bla, weet je wel. Ook alle jongens. Dus ik werd toen elke keer ervan beschuldigd dat ik hun leuk vind. Dus dan moeten ze maar niet met mij omgaan. Omdat ik biseksueel ben. Okay. En ook wel eens van, je kan toch gewoon een keuze maken. Ook weer bij Lidl, maar dat is gewoon puur onbegrip. Dat was niet onbeschoft bedoeld. Het was meer van, als je moest kiezen, zou je dan voor man of vrouw gaan? Ik zo, mij maakt het niks uit. Ja, maar als je moest kiezen. Dus zo gaat het maar door. Ja. Tot maar er zit eigenlijk bijna een soort van, we willen het zo graag vastgrijpen. We willen het ergens willen begrijpen. We willen dat jij een keuze maakt. We willen niet dat je anders bent. Mm-hmm. En dat dit ook kan. En dan gaan we dat soort dingen eigenlijk zeggen. Hè? Dat om het maar te kunnen. We willen jou vastzetten. En dan dit ben je en dit ben je niet. En het zit heel erg in de mens. Hè? Dat, niet van nature, maar dat is wel hoe we opgevoed worden. Hè? Als iemand dan opeens andere keuzes maakt of zich anders gaat gedragen. Dan denken we, maar dat past helemaal niet bij jou. Want ik heb dit plaatje van jou en nu voldoe je daar niet aan. Nee, het ding is ook, als mensen verward zijn, dan uiten ze het meestal in agressie. Maar ze zijn gewoon super verward. Ze weten niet wat ze mee aan moeten, want het is totaal nieuw voor hun. En dat kan je ook gewoon op een normale manier, denk ik dan. En jij deelde in het voorgesprek met mij dat er een beeld is van transgenders, dat als we dan toch per ongeluk zij en het is een hij of andersom iets zeggen, dat er dan heel agressief
op gereageerd kan worden. Dat wist ik niet, dat is voor mij heel nieuw. Oh, ja. Nee, geen idee. Wat is dat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, er zijn heel veel memes op internet. Dan zie je altijd wel iemand die dan zich identificeert als vrouw en die nog een stem heeft als een man, die dan heel boos wordt omdat iemand sir zegt bijvoorbeeld. Okay. Dan hebben mensen dat idee dat alle trans mensen zo zijn, dat die hele community zo is. Maar als iemand tegen mij zij zegt, weet je wel, zo van ja, zij, bla bla bla, dan denk ik van, oh ja, dat zou waarschijnlijk wel ongelukje zijn. Want weet je, ik ben niet verbaasd als ik mezelf zie. Dan denk ik ook van, oké, ik kan best wel voorstellen dat mensen een beetje verward zijn. Of als ze me net pas kennen. Maar na 10 keer ben ik het ook gewoon wel zat te zeggen van, hey, sorry, maar kan je alsjeblieft proberen hij te zeggen, weet je. Dan zeg ik het heel erg onzeker. Maar ik zal nooit echt iemand in elkaar willen slaan omdat diegene gewoon, hoe heet dat, mevrouw of zo tegen me zegt. Natuurlijk word ik er ook niet blij van, maar ik ga niet puur in agressie. Nee. Want het gebeurt ook gewoon bij vrienden van mij die gewoon biologische man zijn, die worden ook wel eens mevrouw genoemd of andersom. Dus dat kan gebeuren. Gewoon niet persoonlijk opvatten. Nee, precies. Nee. Want ik kan me best voorstellen dat het voor jou, de dierbaren om jou heen, dat dat misschien best eventjes duurt, want die hebben jou waarschijnlijk een hele tijd met een andere naam gebruikt, mm-hmm. dat even ook moet wennen om jou opeens Angelo te noemen. Klopt, maar nu doen ze dat wel na een paar jaar, dus daar ben ik heel blij mee. Wat fijn. Ja, super. Echt, als ik gewoon thuis ben, zeggen ze, ja, Angelo, eten. En ook gewoon hij en zo, dat vind ik echt heel blij mee, want hiervoor gebruikte mijn vader bijvoorbeeld ladies, en dan dacht ik echt van, gebruik gewoon kids. Weet je wel, gewoon kinderen of zo. Ja, maar het laat zien, het geeft aan dat het ook soms wat aanpassingen nodig heeft van de omgeving. En dat er ook ruimte voor mag zijn om daaraan te wennen. Ja, klopt. Het wordt meestal geen rekening mee gehouden. Het wordt meestal, natuurlijk snap ik de frustraties, maar je moet ook denken, deze mensen kennen je al sinds geboorte. En nu moeten ze opeens veranderen. Dat gaat wat tijd kosten. Dus ook met mensen waarbij je bent opgegroeid, dat gaat wat tijd kosten. Ja. Maar heel veel mensen houden daar geen rekening mee. Die denken, die kan in één keer veranderen. Ja. Dat gaat niet. Nee, niet in één keer. Hey, en je ziet hier niet voor jezelf, want er zijn heel veel meer mensen die biseksueel zijn, of die transgender zijn, of die in Katwijk zijn opgevoed. En misschien zijn er nog wel meer mensen die alle drie de mix hebben. Denk je dat veel mensen daar wel echt heel veel last van hebben ook? Of zeg je van, nou, misschien valt het ook wel mee? Nou ja, ik denk misschien als zij aan het werk moeten in Katwijk of bij een Bijbelbelt ergens, ik denk van wel. Maar ik denk niet dat het alleen in dorpen voorkomt, maar ook in steden. Er zijn altijd wel mensen die verward raken als ze jou zien en ze kunnen jou niet echt in een hokje plaatsen voor hun. Op sommige scholen zullen ze ook wel minder vooruitstrevend zijn. Dus ook wel zoiets hebben bij B van, dus je valt op iedereen hier in de klas, weet je wel. Mm. Dat is gewoon puur onbegrip. Maar ik merk wel dat de laatste tijd, vooral sinds ik er voor open sta, dat er veel meer progressie is dan ik dacht. Want in Katwijk hebben ze nu ook vandaag de LGBT-vlag uitgehangen, de regenboogvlag. Oké. Okay. Dat is echt heel tof. Heel veel vooruitstrevend. Er zijn wel dingen inderdaad aan het veranderen. En dat is ook mooi. En dat heeft soms ook tijd nodig. En je hebt dus een periode gehad waarin je minder lekker in je vel zat, waarin je eigenlijk niet thuis voelde in jezelf. Mm-hmm. Hoe is dat nu? Ik heb soms wel eens van die momenten waarvan ik denk van, ach, die heupen mogen wel wat smaller van mij, schouders wat breder. Mm. Maar ik merk wel als ik zelf naar mijn stem luister, denk van, yes, yes. We're getting there. Dan. Ja, precies. Ik merk wel zeker wat progressie, zeg maar. Ik moet me ook gaan scheren. Nou ja, nu weet ik de horrors, zeg maar, van mijn vader als hij zichzelf scheert. Maar ik voel me wel in ieder geval veel beter. Het moet nog wel wat gebeuren, maar alles op zijn tijd. Hmm. Er is ook een hele lange wachtrij voor bijvoorbeeld operaties en zo. En ik wil gewoon even rustig aan doen, want ik ben nog maar 21. Ik heb tijd zat. Hey, en wat denk jij dat er nodig is, of wat leef jij zelf om voorbij de labels te gaan leven? Want dat is natuurlijk wel de reden dat we deze productie doen. Hè? Van hoe kunnen we allemaal gewoon uit die labels stappen en daarachter gaan kijken? Wie zit erachter daar nieuwsgierig naar zijn? Hè? Van wie is Angelo nog meer? Wat denk jij dat daarvoor nodig is? Ik denk dat je gewoon moet denken van, we zijn allemaal mensen. Niemand is hetzelfde. Niet iemand. Weet je, iemand kan wel binnen dat stereotype vallen, maar nooit helemaal. Je moet gewoon denken van, dat is een persoon.
Dus niet van, oh, dat is een transseksuele, aromantische, biseksuele... Ook nog aromantisch? Denken we dat nee, ook? Ik ben niet aromantisch. Oh, maar nee, maar dat denken we dan? Waarom is dat? Ik weet het niet. Oh, volgens mij ben jij heel romantisch. Volgens mij ga je straks gewoon die bloemen meenemen en iemand geven, of niet? Ja, ja, ik wel hoor. Zou zomaar kunnen. Aan mijn moeder. Nou, dat is ook het mooie, toch? Ja. Maar dat is dus het mooie, dus wat jij, waar je ons toe uitnodigt is dus echt de persoon ontmoeten. En dan zeg je net, hè, dan komen mensen eigenlijk erachter dat ik zo ben of zo ben. Wat weten wij dan nog niet van jou? Stel, ik ga met jou nu een drankje drinken. Waar kom ik dan achter? Wat zit daar voor goudkistje in jou, wat misschien niet op het eerste gezicht zichtbaar is, maar waarvan mensen dan denken van, hé, er zit dus veel meer achter die label. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon graag game. Ja. En ik kook ook heel graag. Winter is mijn lievelingsseizoen, dat zie je ook niet echt aan mijn persoon zijnde. De cavia's, dat moet al duidelijk zijn. Dus dat is ook weer niet... Je houdt van cavia's? Ja, meer dan okay. Dat. Oké, mooi. Ja, dus dat is ook wel duidelijk als je mij kent, zeg maar. Teken ook heel graag. Dus een wereld te ontdekken achter jouw labels. Ja, het is gewoon... Ik ben een normaal persoon en ik ben... Toevallig heb ik last van genderdysforie. Dat is het, basically. Maar is dat een last? Ja. Je ervaart het wel als last? Zeker. Okay. Want het liefst had ik wel gewild dat ik gewoon wakker zou worden als een biologische man. Dan hoefde ik ook niet door mijn operaties heen te gaan. Ik hoefde niet elke dag naar Amsterdam te gaan om te praten. Ik hoefde niet naar therapie. Voor mijn disassociatie. En ik was gewoon veel gelukkiger geweest. Want nu is het zo van, dat vind ik niet zo leuk aan mezelf. Het is te vrouwelijk. Of je bent dan bang dat je niet, overkomt als een man, leg je daar de hele tijd op. Dat is echt heel vervelend. Dus dat zijn wel dingen die je allemaal bezighouden? Ja, en ook hiervoor, voordat ik het wist, was het gewoon één grote verwarring. En toen was het echt zware depressies en heel veel angst ook. Maar je komt wel van ver al als ik dit allemaal hoor. Ja. Je hebt wel al enorme stappen gezet om te komen waar je nu zit, om het maar even in dit moment te houden. Zeker. En dat je hier dit ook zo deelt. Met alles, therapie en depressie en je niet thuis voelen. Ja. Dus dat is wel heel, heel erg om te waarderen, ook jijzelf, maar voor ons ook om jou te waarderen. Dat je dit pad kiest en dat je hiervoor voor gaat. Ja, zeker. Want ik wil gewoon dat mensen zich ook gewoon weten dat het okay is. En dat ze niet door hetzelfde probleem als ik bijvoorbeeld er doorheen moeten gaan. Er moet gewoon meer awareness zijn voor dat het sowieso mentale... Gezondheid, dat is sowieso een heel stigma. Er zit ook heel veel label op. Ja, precies. Ja. Daar hebben mensen ook een heel beeld van. Dus echt bij elke termen waar juist meer aandacht besteed moet worden, denken mensen al iets. Hebben mensen al meteen zoiets van. Oh ja, dus het is voor aandacht. Echt met alles denken mensen dat. Hmm. Als het anders is. Maar ja, bij HVA dacht ik van. Hé, ik ga. Gewoon even mezelf laten zien dat het okay is om zo te zijn en toch op de HVA zitten. We zijn gewoon mensen, alleen we hebben toevallig, zijn we zo geboren. Weet je, hetzelfde met homoseksualiteit, daar kan je ook niks aan doen. En mensen denken vaak van, je maakt zelf die keuze, maar dat is het gewoon niet. Hmm. En je krijgt met allemaal negatieve dingen te maken, puur door dat je met dat geboren bent. En dat gaan we nu doorbreken? Zeker. Of althans, we zetten daar een stap toe? Zeker, ja. Ja. Mooi. Is er nog iets wat je heel graag wil zeggen, waarvan je zegt van, hé, dat mag nog aan bod komen? Als je me ziet bij Fest, kom gezellig aanschuiven. Ga een drankje met jou drinken, ja, want zeker. Er is ontzettend veel te ontdekken. Zeker. Er zit een enorme schatkist in jou. Laten we die gewoon vol openen en laten zien dat je zoveel meer bent dan de labels. Ja, zeker. Ik hoor van heel veel mensen dat ik super gezellig ben, dus... Al is het wel heel moeilijk te geloven toen ik nog in die depressie zat. Ja, maar dat was toen. Ja, dat was toen. Ik moet zeker niet nu in het... ik moet zeker niet in het toen blijven haken. Maar het is gewoon super tof om dit soort dingen te doen. Om dan gewoon mensen te laten zien van... Hey, het is helemaal okay hoe je bent. Als je trans bent, hoef je niet per se aan dit te voldoen. Als je bi bent, dan hoef je niet aan dat te voldoen. Het is gewoon... Ja, je bent gewoon Het is gewoon super tof om jou te zijn. Ja, nou, precies. En dan mogen we een drankje mee gaan drinken. Zeker, cheers. Nou, heel veel dank voor dit gesprek, Angelo. Ja, geen probleem. Leuk.